De dreiging van de Koude Oorlog ligt al een tijdje achter ons. Maar vrijdag konden de bewoners van Zoeterwoude wel een kijkje nemen in een bouwwerk dat hier direct iets mee te maken heeft. Unity TV mocht ook mee. Waar staan we nu? We staan nu in de atoombunker van de Stadhouderslaan in Zoeterwoude. Waar we vandaag de mogelijkheid hebben om nog ene keer te kijken, want hij wordt gesloopt in de toekomst. En hij heeft gediend als commandopost voor de burgerbescherming bevolking in de 60er jaren eigenlijk. Mevrouw Ates, waar moeten we nou heen als er een atoomoorlog uitbreekt? Niet hier zijn, want dat werkt niet. Daar is niet voor gemaakt. Maar deze atoomkelder toch hier in Zoeterwoude? Het heet een bunker, maar het was om een commandopost hier te kunnen vestigen in geval van dreiging. Maar er werd ook gedacht aan dreiging met water erbij. Dus er is ook nog een speciale uitgang, nooduitgang, waardoor je boven een gestegen watersituatie nog uit kan komen. Wonderlijk is wel dat we met natte voeten hier binnengekomen zijn. Ja, dat is waar. Nou, het is ook een bunker die op de nominatie staat om gesloopt te worden. Waarom gaat deze bunker weg? De bunker gaat weg omdat hier gebouwd gaat worden. Er wordt dit gebied hierboven, we staan nu onder de grond, maar het gebied hierboven wordt ontwikkeld met kantoren en woonhuizen en dat soort dingen. Dus, en de bunker is niet meer in functie, dus die wordt gesloopt. De atoomkelder, meneer. Was hier wel eens geweest? Nee, nog nooit. En nu bent u hier om een kijkje te nemen. Wat vindt u ervan? Ja, heel interessant. Ik had nooit gedacht dat dit allemaal zo onder de grond zat. Dames, de atoomschuilkelder. Was u hier wel eens geweest? Nee, nog nooit. Ik wist ook niet dat het zo groot was. Ik had een heel donker hol verwacht, zeg maar. U dacht dat het kleiner was? Ik had gedacht dat het kleiner was, ja. Nou, ik had ook veel kleiner verwacht. En ik ben echt verrast dat het zo groot is en het allemaal zo keurig is aangelegd. Met het sanitair, dus ook allemaal zo modernachtig voor die tijd, lijkt mij ook wel. Gaat het weg? Is het jammer? Maar ik heb begrepen dat er diverse exemplaren van dit soort gebouwen behouden bleven voor ons nageslacht. Dus niet alles wordt gesloopt. Ja, atoomgevaar geweken, hè? Dat is wel logisch, toch? Ja. We hoeven nergens meer bang voor te zijn. Ik krijg het wel lekker in. Okay. Er komt nog een rondleiding. Kunnen mensen zich er nog voor aanmelden? Nou, dat is de vraag, want we hebben het is erg moeilijk om. Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Als ze heel graag willen, moeten ze maar even contact opnemen met Oud-Zoeterwoude. Stichting Oud-Zoeterwoude. Via de website kunnen ze er wel komen. En dan moeten ze maar even een berichtje achterlaten. Dan zullen we ze op de hoogte houden.